Ik ben zelf iemand die graag in de praktijk werkt en in de praktijk leert. En op de AD-opleiding kreeg ik die kans iets meer, naar mijn mening. En het werd aangeschreven als een opleiding waar ik veel meer in de praktijk mocht doen en direct kon doorstromen naar de bachelor. Nou, wat me heel erg aanspreekt aan de onderwijsvorm is dat je veel projecten voor echte bedrijven doet. Dus je leert echt zeg maar binnen een bedrijf. Dus het sluit heel goed aan bij de opleiding. Het is niet zomaar een stage, het is echt je leert van die dingen die je doet, zeg maar. Hiervoor heb ik HBO gedaan, een bacheloropleiding. En die bacheloropleiding die sluit niet zo goed aan bij mijn talenten en kunnen. De lesstof die wij krijgen op de AD-opleiding in vergelijking met het MBO is een stuk uitgebreider en een stuk dieper in de lesstof zelf. Wat ik ook goed vind van de AD is dat hier is veel begeleiding, veel coaching vanuit docenten. En dat helpt mij om deze opleiding ook te kunnen halen. Wat de student kan verwachten is dat hij meteen vanaf de eerste dag met een praktijkopdracht van een bedrijf aan het werk gaat. En natuurlijk word je begeleid door docenten, maar je zit meteen in een groepje van studenten. Je bent iets van 4 dagen in de week op school en je ziet meteen wat je gaat doen. En daar krijg je natuurlijk ook wel theorie bij die je nodig hebt om die opdracht aan te kunnen pakken en om het probleem op te lossen. Maar het is dus heel erg praktijkgericht en ook heel erg gericht op dat je echt met elkaar in een community samenwerkt. Vooralsnog denk ik dat ik gewoon meteen ga werken, maar het is fijn te weten dat je als ik dadelijk nog goed verder wil studeren, dat die kans er is.